kijkers van Koala Gaming. Vandaag ga ik een nieuwe serie starten. Road to the Level Max XR2. Dus dan gaan we proberen de Elo erin op te krijgen. Rapid Fire, die twee dingen. En dan gaan we kijken of deze serie lang gaat duren of niet lang. We spelen met de, denk ik, met de... Ik weet niet echt. Ik ga denken met Annihilator. En als scorestreak. Ik denk de Cerberus. Want als we die halen, is dat wel echt vet. En de Hellstorm. Ja, UAV blijft gewoon aan. Maar die. Ik heb de meeste hoge dingen toch niet aanstaan. Omdat ik ze meestal toch niet haal. En ik zie jullie weer in een potje. We spelen het. We gaan proberen één domination potje of twee. I don't know. We gaan eerst kijken hoe lang eentje duurt. Tot in het potje. Yo mensen, we zijn ingespannen in een potje die volgens mij al begonnen is. Ik hoop niet dat hij al super lang begonnen is. Ja, hij is al boven de 100. Ach, boeien. Maar... dat gaan we niet halen. Beter helpen ze mij ook. Een beetje op dit wapen ben ik echt goed mee. Een headshot. Oh, we hebben hem al meteen level up. We hebben hem nu level 5. Dus... oh, welk wapen speelt hij? Ja, de Dingo. Hij schoot echt. Oh, hij is dat echt te hard schieten, jongen. Dat is echt niet normaal. Motherfucker. Nee. Oeh. Ja, dat is weer die Dingo. Kijk, koude kut. Hostel Talon. Nou, geweldig. Ja, Cerberus. Jongens. Volgens mij had ik. Zit hij daar serieus met een sniper? The fuck? Waarom ga je een domination campen dan, hol? Beter doe je gewoon niet. Oké, even. Oh nee, daar heb je raps. Ja, hij heeft de taal om bij zich. Diegene met de Dingo die heeft de taal om. Oei. Gelukkig heb ik Ghost aanstaan als een UAV hadden. Ja. Jongens, ik denk dat deze serie meteen gaat aflopen ofzo. Als we in dit potje nog veel langer blijven, dan halen we dit. Dit potje halen we sowieso geen level 6 ofzo. Jezus. Jongens. Eigenlijk heb ik ook helemaal geen zin om deze level max te maken, want ik ga hier toch nooit mee spelen dus. Ik denk dat we dan gewoon voor een ander wapen. Ik denk dat deze serie. Dan gewoon. Doe een ander wapen. Max een ander wapen. Wat? Ja, die zit echt keihard te hard. Kijk. Die zit echt. Kijk. Oei, als we die hadden hebben te bezoeken. Ik denk dan gewoon een road to level. To M8 A7 zo gaan doen. Nou, tot in het volgende potje, jongens, met 2 kills. Jongens, we zijn alweer in een begonnen potje gespawnd. Maar we maken er gewoon van Road to Level Max M8A7. Deze is nog niet heel lang begonnen, dus deze kunnen we eventueel nog wel veel kills mee oppakken. Zo, die hebben we. Want deze.
Ik hoorde hem niet goed. Ja, maar als iedereen met sniper zit, dan ga ik echt... Dan lief ik hem hoor. Ik zweer. Ik vind sniper zo kut. Ja, maar hij heeft suppressor, dus je weet niet waar hij... Ja, kijk. Jongens, help even bij Bravo. Oké, ik ga gewoon... Hij zit met een racer bij me op de Charlie. Daar wil ik ook zo graag mee spelen, maar dat mag niet in deze serie. Maar ja, ik heb zelf gekozen voor de M8A7. Ik had ook kunnen kiezen voor de... Bijvoorbeeld... Volgens mij was dat een headshot. Hostile care package overhead. Ik had hem! Volgens mij was het mijn kill hoor, mogel. Touw niet op. Oh, ik denk ik schiet dat ding nog even uit de lucht. Oh nee. Ik heb een kill. Als hij er echt geen enkele kill mee had gehad, joh, dan ging ik lachen. Echt een motherfucker. Beter maak gewoon een Razorback, want dat is echt het vijfste wapen waar je level max mee kan doen. Kijk dan, hij zit daar zo hard te cap met zijn motherfucking Razorback. Je gaat gewoon niet scampen met een motherfucking snelschieten, man. Echt man, wat ben je dan voor homo? Ja, ik maak er gewoon van een rood level max Razorback hoor, fuck it. En bij Razorback laten we het. Zo. De Razorback hebben we volgens mij ook Ash Camel op. Kijk, dit is de Razorback. Daar gaan we naar. Dit is de Road to Level Max Razorback. Je hebt echt pas 2 kills met dat ding, hè, met die... Wat? Ja, zit hij daaronder te campen met zijn... Ja, man, zit hij te campen. Jan de camper. Ik zweer. Hostile counter UAV is online. Securing Bravo. Kijk hem campen met zijn locus, hè. Kijk. Oké. Deze is level 9, dus... Wat? Wat? Ja, we hebben een assist. God, alle tyfus. Ik hoef helemaal geen assisten. Ik wil alleen maar kills of zo. Ja, welk wapen? Ja, kijk. Securing Alpha. Losing Charlie. Alpha secure. Kijk, de Mukaulo wil kill zijn. 1 ding krijgt of zo. Ja, maar ik wil ook wel bij Alpha.
Hostile hellstorm overhead. Hij heeft een touw, want daar gaan we tegenaan. Oh, voila, dat hij mij niet heeft of zo. Ja, ik kon niet weg of zo. Kom op. Mama, ik zit op te nemen. Ja. Oh, als ik die had, dan had ik zijn care package kunnen nakken. Jongens, ik zal even oppassen. Iemand is beter nakt iemand zijn care package. Waarom kunnen wij zo'n care package niet nakken? Oké, dan gaan we, gaan we alle enemies proberen hier weg te houden. Oké, we hebben de kill. Volgens mij deed die dingen het meest. Best. Dag man, nou word ik echt gek van zo. Hoe kan dat touwleden sterker zijn dan een racerback of zo? Ja, die gaat sowieso dood. Ik ga daar weg of zo. Vies is wel helemaal uit de lucht schieten. Hè? Ik denk ook ja, dat ik al eens nog weet waar wij zijn. Zo. Zeggen, we gingen zo ontiegelijk slecht. Maar boys, dit is de nieuwe serie op dit kanaal. Misschien komt er vanavond nog een rood to golden camo op dit kanaal. Van de Kuda. Ik weet het niet, dus thanks for watching. En als je druk op die like knop. En tot de volgende video. Bye-bye.